Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 27 september. De afgelopen 24 uur zijn wij de grens van 40.000 besmettingen in Suriname gepasseerd en sinds de uitbraak van dit virus zijn er 855 doden te betreuren. Het is toch gebleken dat men geen gehoor geeft aan de verschillende oproepen die gedaan worden door de autoriteiten om je eigen verantwoordelijkheid te nemen tijdens deze pandemie. Maar als we kijken hoe men zich gedraagt, zal maken dat we nog heel lang in deze situatie zullen blijven. Gisteren bijvoorbeeld reden we langs het plein van 12 mei, waar alle sportvelden propvol waren met jongeren, maar ook ouderen. En dat terwijl contactsporten nog niet is toegestaan. Weet je wel waarmee je bezig bent? Weet jij hoe gevaarlijk de Delta-variant is in Suriname? Daarvoor hebben wij vandaag epidemioloog Dr. Ingrid Krishnadat, die middels een presentatie laat zien wat voor erge gevolgen de variant met zich meebrengt en hopelijk dringt het na vandaag wel tot u door. Graag uw aandacht voor epidemioloog Dr. Krishnadat. We hebben al twee Delta varianten hier. De eerste en een is geen Delta Plus, maar toch wel een andere vorm. Dus je hebt al meer in die Delta varianten die er zijn, is er zelfs al variatie hier. We hebben resultaten terug gehad in week 35, dat is eind augustus, begin september. En daar hadden we al meer dan 80% alleen maar Delta. Inmiddels zijn we nu in week 38, dus hebben we pas weer opgestuurd van 36, 37. En je kan verwachten dat het daar nog veel en veel meer voorkomt. Ik kan jullie zo een aantal beelden laten zien van hoe de Delta variant met de andere varianten in zijn gedrag binnen een gemeenschap verschilt. Als één persoon besmet is, dan besmet die gemiddeld, denk ik, in de gemeenschap minstens twee personen. Maar die Delta variant is eigenlijk, heeft een besmettingsgraad die tweemaal hoger is dan bijvoorbeeld die Engelse variant, de Alpha variant. En dat is al viermaal, dus dat één persoon vier mensen kan besmetten. En daar gaan we eigenlijk vanuit dat er gemiddeld twee keer zoveel mensen besmet worden dan anderen. Dus als het bij elkaar is, dan is het gemiddeld. Maar dat wil niet zeggen dat elke persoon vier mensen besmet. Eén persoon kan 20 mensen besmetten, andere persoon besmet één mens, andere persoon besmet 0 mensen. Hangt er vanaf met hoeveel mensen je in aanraking komt. We gaan even kijken wat corona tot nu toe met ons heeft gedaan. Als we kijken naar de verspreiding in 2020, toen die varianten nog niet zo aanwezig waren, hadden we een verspreiding van 1 op 2, 1 op 1,5. En je zag eigenlijk dat als we zien, als één persoon ziek was, dan werden er een paar daarna ziek. We hadden maatregelen van isolatie, iedereen werd apart gezet, maar er was geen vaccinatie. Uiteindelijk ging 20% ongeveer van die mensen naar een ziekenhuis. En dat is 2 op de 10 besmette mensen. En van die mensen die in het ziekenhuis gingen een paar dood. De maximale ziekenhuisbesmetting vorig jaar is geweest tot en met 211 mensen die besmet zijn. En de maximale ICU-besmetting tot 24 mensen. Dit jaar, dus hier zagen we dus eigenlijk als de hele populatie zo is, een deeltje was geïsoleerd, een paar mensen waren ziek in de gemeenschap en zodra ze ziek werden, werden ze gelijk of apart gezet of in quarantaine gezet. En zo kon de rest van de gemeenschap toch nog veilig leven, maar goed, voorzichtig van elkaar. We waren heel voorzichtig in die tijd. Ik kan me nog herinneren, de eerste dag dat we het eerste geval van COVID in Suriname hoorden. Om 2 uur 's middags. Om 3 uur 's middags was niemand op straat. Overal was het leeg. Nu hoor ik duizenden mensen zijn ziek. Maar ik zie overal mensen. Ik begrijp het niet. Oké. Okay. Van januari tot juni, juli 22 zo. 21 bedoel ik. We zijn nog in 22. Dan hadden we eigenlijk al een beetje. In februari begonnen we te vaccineren. Dus er werden nog wel een paar mensen geïsoleerd. En vanuit de niet gevaccineerden had je meer mensen die dan toch nog in het ziekenhuis terechtkwamen. Maar men begon met vaccinatie. Maar de verspreiding was een beetje hetzelfde. Hoewel, toen kwam de Braziliaanse variant of de Gamma variant. Dus net zag je dat er 2 mensen na 1 kwamen. Nu kwam er eigenlijk bijna 3, 2,5 mensen. Dus het werd een beetje groter en we hebben toen eigenlijk ook de derde golf gezien. De maximale ziekenhuisbesmetting toen is tot 271 gegaan. En de maximale ICU-besmetting is tot 39 gegaan. Dus dat was de capaciteit die we hadden, waarop we nog mensen konden helpen.
Nu hebben we steeds meer en meer mensen gevaccineerd. Dus, maar wat krijgen we nu? De Delta variant. Wat is nou, we hebben gehad? De gewone variant, de Alpha variant, dat is de Britse variant, en de Gamma variant in onze samenleving. Maar die Delta is toch een stukje gevaarlijker. Hier zie je een grafiek waarin je ziet hoe die varianten zijn gekomen. En dat lichtblauwe aan het einde is in de week 29 augustus tot 4 september. Daar zie je al dat eigenlijk bijna alles blauw is geworden. En daar zijn we nu al 3 weken verder van dat. Het verspreidt zich ontzettend snel. Wat is er interessant aan die, of apart aan die Delta variant? Hij is besmettelijker. Wat betekent besmettelijker? Meer mensen kunnen besmet worden in 1 ronde. Dus 1 persoon kan meer mensen besmetten. In 2020 zag je ongeveer 1 op 2. In 2021 begin met Brazilië zag je 2, 2,5, een beetje meer. Maar in augustus, september, toen de Delta variant begon te roelen, zien we dat 1 op 4. En je ziet, het wordt meer in die eerdere tijden. Maar in die, we kunnen ze niet meer tellen. Ze zijn zoveel. Dat scherm is te klein. Het barst. Want van 1 naar 4 naar 16, naar veel meer en veel meer. Het kan niet meer. Behalve dat ze meer mensen besmetten, gaat het ook sneller. De transmissie is sneller. Want bij al die anderen, tot en met de Braziliaanse, waren er ongeveer 6 dagen. Als ik je ontmoet, ik besmet je, ongeveer 6 dagen na krijgen de meeste mensen klachten. Bij Delta is het 4 dagen. Dus je ziet, het is sneller en er zijn meer mensen tegelijk. Vandaar dat we nu zoveel mensen tegelijk ziek hebben. Wat is er ook nog anders aan die Delta? Je hebt een ernstiger ziekteverloop, vooral voor de niet-gevaccineerden. Maar voor iedereen is het ernstiger. Dus als je vatbaar bent, gevaccineerd of niet, als je iemand bent met ziekte, mensen met nieraandoeningen, mensen die echt eigenlijk al zwak zijn, als ze zijn gevaccineerd, zijn ze een beetje minder zwak, maar ze zijn nog steeds gevoelig. En die mensen moeten zichzelf uit de buurt houden van allerlei soort feesten en mensen en zo. En als jij niet een persoon hebt die van je houdt, die een beetje ziek is, ga niet op straat in een feest en daarna naar die persoon. En dan kan je die persoon besmetten. Oké, dus we hebben nou in Suriname gevaccineerden en niet gevaccineerden. Als je bovenaan ziet, zie je die groep gevaccineerden en onderaan die groep niet gevaccineerden. We hebben toch nog tot nu toe een klein beetje meer niet gevaccineerden dan gevaccineerden. Van die gevaccineerden, als ze besmet raken, gaat zo'n klein beetje maar naar het ziekenhuis. Van de niet gevaccineerden gaat een groter deel naar het ziekenhuis. Van de niet gevaccineerden gaat maar een heel weinig beetje dood. Dat zijn die mensen die eigenlijk al heel erg ziek zijn. Bijvoorbeeld een mevrouw die had een niertransplantatie, ze had allerlei soort dingen. Eigenlijk was er niet zoveel nog. Ja, jammer genoeg heeft ze dan ook COVID gehad. Dus in zulke gevallen kan dat wel. Maar bij die niet gevaccineerden zijn het toch wel mensen die niet zo ernstig ziek zijn, die ook wel doodgaan. En nu, op dit moment, is er in Suriname, jammer genoeg, minder bedcapaciteit, minder ICU-capaciteit, minder behandelingsmogelijkheden. Dus als je misschien naar de ICU moet, is er niet eens een ICU voor je. Of als je misschien in het ziekenhuis moet, is er geen ziekenhuis voor je. En als er geen behandeling is, al zou je normaal behandeld worden en blijven leven, zonder behandeling ga je dood. Dus dat is niet leuk. Nog steeds wordt COVID op dezelfde manier overgebracht. Het is een besmette persoon die hoest of niest of proest. Die druppels gaan naar buiten. Je hebt grote druppels en kleine druppels. Die kleine druppels die gaan via de lucht. Ze kunnen zo overal zweven en naar je toe komen. Dus als je in een airco winkel gaat, een vrouw hoest voor je. 3 minuten geleden, je ziet de hele vrouw niet meer en je loopt in diezelfde wolk, je wordt ziek. Dus je moet echt voorzichtig zijn. De transmissie gaat via druppels, kleine, hele kleine en grotere. Het kan via contact gaan, als je met je hand iets aanraakt en je gaat daarna in je ogen of in je mond of in je neus dieken. Maar ook als je naar het toilet gaat, want ook in de ontlasting zit COVID. Als men naar de toilet gaat en die toilet niet doorspoelt en er dingen daar blijven. In hele grote landen waar men gemeenschappelijke afvoer heeft, behandelen ze die afvoer nou special. Maar ook via daar
kan via de lucht en ook als mensen hun handen niet goed wassen kan dan, en daarna in de neus gaan, kan het ook niet mooi aflopen. Natuurlijk als het je eigen ontlasting is en je eigen neus gaat, dan ben je al besmet. Maar je gaat wel niet bij iemand anders. Dus wat ik ook aanbeveel is, in huis, als al ben je ziek of niet ziek, maken jullie tegenwoordig de toiletbril dicht als je behoefte hebt gedaan en spuit even. Dat is misschien een beetje veiliger, want je weet niet of je ziek bent of niet en je wil je familielid niet besmetten. Oké, dus als iemand besmet raakt, vandaag, nu, dan is hij niet gelijk ziek. Zoals ik al zei, bij die delta is het gemiddeld meestal 4 dagen. Maar het kan langer zijn, het kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, zoals bij alle andere varianten. Maar meestal is het 4 dagen. Maar al ben je die 4e dag begint ziek te worden, 2 dagen voordat je ziek wordt, ben je al besmettelijk. Dus 2 dagen voordat je klachten hebt, kan je mensen al besmetten. Dus daar waar jij rondloopt en je denkt je bent vrolijk en gezond en met alles, ben je misschien besmet en besmet je anderen. En dan ben je ineens over 2 dagen ziek en dan denk je, mijn god, waar ben ik de afgelopen 2 dagen geweest? Mijn god, ik was bij oma. Mijn god, oma wou niet vaccineren, want oma is koppig. Al dat soort dingen kunnen gebeuren, dus wees voorzichtig. De Delta variant, zijn de klachten bij de Delta variant, zijn een klein beetje, niet anders, want je hebt precies dezelfde klachten, maar bepaalde klachten komen nu ineens vaker voor. Verkoudheidsklachten zie je vaker dan bij de eerdere varianten. En ook mensen met oogirritatie, zelfs oogontsteking, hebben we gezien. Die eerst zo kwam en dat later toch nog COVID bleken te hebben. Dus het lijkt meer op een bovenluchtweginfectie. Zo noemen doktoren het. Bovenste luchtweginfectieklachten zijn meer aanwezig. En dat zijn eigenlijk gewone verkoudheidsklachten. Je hebt al die andere dingen ook. Diarree, geur- en smaakverlies, etc. Komt alleen een klein beetje minder voor. Dus, ben je positief? Dan kan je mensen besmetten. Met die Delta variant besmet je makkelijk veel mensen. Ontmoet je niemand, dan besmet je 0 mensen. Ontmoet je af en toe iemand op straat en blijf je te lang praten of ergens waar in de supermarkt loop je langs iemand heen, kan je ook iemand besmetten. Op je werk ben je misschien met meer mensen, kan je meer mensen tegelijk besmetten. Ben je alleen thuis met je partner, dan kan je je partner besmetten. Je familie of vrienden zie je die alleen, kan je die besmetten. Of als je naar feesten gaat, kan je heel feest besmetten. Dus eigenlijk is dit, als je dit in je hoofd hebt en dit weet, dan weet je, laat me liever niet gaan rondlopen. Laat me wachten tot al die grote getallen in de media omlaag zijn gegaan en dan mijn ding doen. En laat me gaan vaccineren, dat zo. Als ik het slachtoffer mag worden, dan ben ik tenminste beschermd. Oké. Als dit nou de Surinaamse gemeenschap is, heel veel mensen zijn al besmet. In het midden zie je het rode, die mensen zijn eigenlijk al besmet. En het gele randje eromheen, dat zijn de mensen die gevaar lopen, de contacten die ook besmet kunnen zijn. Er zijn veel mensen, het heeft geen zin om ze op te sluiten meer, dus we zijn allemaal overal. Zoals ik al zei, gevaccineerden hebben minder hospitalisatie, minder doden. Niet gevaccineerden, meer. Bij welke groep wil je horen? De keuze is aan jou. Wat doen maskers? Ik ga nog eventjes de Mohana-maatregelen naar voren brengen. Hier zie je een plaatje. Een mevrouw is links ziek. Ze is niet ziek, ze is asymptomatisch. Dus ze is besmet. Besmet zijn en ziek zijn 2 dingen. Besmet zijn wil zeggen je hebt het virus in je en je kan het misschien overdragen. Ziek zijn, dan ben je en dan hoest je, dan voel je je niet lekker. En je kan besmet zijn zonder ziek te zijn. Deze mevrouw is besmet zonder ziek te zijn en ze praat tot 2 gezonde mensen. De ene gezonde heeft een mondkap op en ze is een beetje beschermd, want al die dingen die die vrouw uit haar mond haalt, komen niet bij haar. Die andere, die geen mondkap heeft, wordt maximum blootgesteld. Nu zijn als ze allebei een mondkap op hadden, die zieke mevrouw en die niet zieke mevrouw, dan zie je hoeveel minder coronavirussen er zouden rondvliegen. Ze zijn er nog wel een beetje, je kan pech hebben.
Maar ze zijn veel en veel minder. Die anderhalve meter afstand, blijf hem houden. Zie je, als die ene persoon links is met zijn virus en die andere persoon rechts, ze komen niet bij elkaar, de netuka. Dus je wordt niet ziek. En dingen, waarom moet je handen blijven wassen? Want die spullen kunnen, als iemand is daar is gaan hoesten of weet ik wat, kunnen er coronavirussen zitten. Dus zodra je hebt iets aangeraakt, maak je handen schoon, ontsmet ze, vooral voordat je je neus of je mond aanraakt. Wat kunt u doen? Ga vaccineren. Dan ben je alvast beschermd. En Mohana, mondkap, handen wassen, afstand. En daarna moet je proberen crowded places te vermijden. Close contact settings, dus plaatsen waar je dicht op elkaar moet zitten, vooral in airco-ruimtes. En feesten, grote feesten. Zeker niet in beschermd, verborgen in loodsen of zo. Dus dat moet eigenlijk allemaal zoveel mogelijk vermeden worden. We zitten in een verschrikkelijke golf. Er worden verschrikkelijk veel mensen ziek. En die Delta variant maakt je erger ziek. Dus probeer zoveel mogelijk anderen te beschermen, jezelf te beschermen. Door de maatregelen in acht te nemen en afstand te houden van mensen. En probeer eigenlijk zo gezond mogelijk deze golf te doorkomen. Voor jou en je geliefde. En met deze presentatie van Dr. Ingrid Krishnadat zijn we aan het eind gekomen van dit journaal. Als ik u was, zou ik me wel haasten om me te laten vaccineren. Gebleken is dat heel wat mensen nog steeds twijfels hebben, maar ook anderen die bereid zijn het prikje te nemen, maar liever nog even wachten. Beste mensen, van hieruit wil ik u adviseren liever niet te wachten, maar u toch te haasten om het prikje te halen. Laten we gauw uit deze misère komen, maar ook haasten voordat er een nieuw variant opduikt. We zijn er woensdag weer met een andere aflevering van het COVID-19 journaal. Utang Boom.